Ja, we voeren hier vandaag actie in Gentbrugge bij een van de zoveel parkings waar er problemen geweest zijn met de zogenaamde transmigranten. Voor ons is het niet voldoende om bij de avond extra controle te doen door politieke diensten en privébedrijven. Het is niet zoals Jan Bon zegt, het watermatras-effect als je hier duwt dat het ergens anders opzwelt. Het is wel zo. Als men hier controle zal doen, zal men het probleem verleggen naar andere parkings. Wij vinden met voorpost dat de grenzen zo snel mogelijk moeten sluiten. Anders is het dweilen met de kraan open. We staan hier aan een villa waar ze vorige week een aantal van die illegale criminelen uitgehaald hebben. Ze hebben hier trouwens gestolen goederen gevonden ook. Voor ons is het meer dan de maat vol. Wij zijn het moe, grenzen toe.